De afvalberg van afvalenergiecentrale ARN ondergaat een ware metamorfose. De bult van restafval wordt omgetoverd tot een recreatiepark en is binnenkort toegankelijk voor publiek. Bewoners kunnen donderdagavond voor het eerst de bult op om te genieten van het mooie uitzicht. Ja, en dit is dan de bult, de afvalberg. Klopt. En hier komt een recreatiegebied. Ja, we hebben eerst nog nodig te storten. Deze stortplaats is nog actief. Maar wij zijn al stukken aan het afdichten. En dan zaaien we daar mooie begroeiing in. En wij gaan in ieder geval dit jaar al starten met rondleidingen, ook op de stortplaats, om van het uitzicht te kunnen genieten. Ja, want is het dan vrij toegankelijk? Kan iedereen hier naartoe? Of is het wel onder begeleiding? Het is onder begeleiding. Dus dat kunnen we helaas niet doen om het helemaal open te stellen. Actieve stortplaats, dat is natuurlijk toch iets waar je niet vrij mag rondlopen. Maar inderdaad, we hebben gelukkig hele enthousiaste vrijwilligers gevonden die het leuk vinden om groepen rond te leiden. En we gaan ook proberen om een mooie combinatie te maken met het ARN-bos wat daar ligt. En ook een stukje natuur wat men wil ontwikkelen voor milieueducatie. Ja, want inderdaad, er komt ook een stukje educatie bij. Mensen die kunnen dan dingen leren over de natuur op deze afvalberg. Ja, we willen in ieder geval toch de boodschap vertellen over wat afvalverwerking betekent en wat de rol van de stortplaats ook in de circulaire economie is. Maar ook op zo'n stortplaats, zeker op het stuk wat nu al afgedicht is, ontstaat weer prachtige natuur. En daar kan je natuurlijk prachtige verhalen bij vertellen met alles wat hier te zien is. En als je geluk hebt, kom je ook de reetjes tegen die hier wonen. Ja, want uiteindelijk kan je dit dan allemaal zien, dit mooie uitzicht. Ja, hier is natuurlijk om te doen. Hè. Het is hier een prachtige hoogte met uitzichten over Beuningen, over Wurt en over Nijmegen. Een bewoner noemde dit ook wel de Wurtse heuvels. En vandaag is het prachtig weer, dus we hebben geluk. Dit wordt uiteindelijk het wandelpad. Ja, dit is het wandelpad zoals we dat willen gaan maken. Moet allemaal nog wel recht komen. Dus uiteindelijk hoef je niet meer zo schuin te gaan staan. Maar hier maak je dus als het ware de wandeling door de natuur en kan je uiteindelijk de heuvel op. Voor het mooie uitzicht. Voor het uitzicht.